Pakflex video van vandaag. En wat gaan wij maken, Eline? Oliebollen. Eline vraagt al heel lang om een keer oliebollen te maken. Dus we zijn begonnen met de frituurpan helemaal schoon te maken. Want bij ons is er nog wel eens dat die vuil is. Dus we hebben heel wat lekkere verse olie erin zetten. We beginnen altijd met rozijnen. Ik heb 400 gram rozijnen. Je kan ook een mix maken van rozijnen en krentjes. En daar doe ik lauwwarm water bij. Net als de temperatuur dat je in bad gaat. En dan moet 10 minuten tot een kwartiertje even wellen. En dan gieten we het af in de vergiet. Dat is eigenlijk het eerste waar je mee begint. En dan gaan we de melk verwarmen in een pannetje. En de melk moet een beetje ook, 25 graden is eigenlijk het mooist. Die 25 graden is. Kijk, dit is mijn super hulp. Een liter melk. Daar doen we de suiker bij. Moet ik dat doen? Ja, hoeveel gram suiker, Eline? 50. 50 gram suiker. Maakt niet uit wat voor suiker. Wacht er nu al bij? Ja, moet er maar lekker bij. Nou, ik ga het even opwarmen en ga ik de rest van de ingrediënten vertellen. Zo meteen gaat er bij de gist. We hebben 70 gram verse gist. Je kan ook 3 zakjes droge gist pakken. Dan zit je ongeveer 20 gram. 7 gram per zakje, 21 gram. We hebben 18 gram zout. Ik heb alleen van de grove zeezout, maar dat maakt niet zoveel uit. We hebben 1 kilo bloem. We hebben 2 appels. Geen appels uit de koelkast pakken, want als je dan een hele koude appel in je beslag, dan koelt je beslag af. We hebben 1 citroen, die was ik alvast even. Daar hebben we citroenrasp voor nodig. En we hebben 2 eieren. En je ziet zo in een heel wat filmpje zie je alle volkorens. Ik doe even met mijn vinger even naar de melk voelen. Die melk komt natuurlijk uit de koelkast, daarom warmen we die op. En als je in het bad gaat of doucht, heb je toch vaak 38 graden, dat is te warm. Echt het liefst tussen de 25 en de 30 graden. Want de bloem komt er nog bij, die is 20 graden. En het beslag zo zelf moet ook ongeveer 25, 27 graden zijn. Dan rijst het lekker, dat is het beste voor de gist. Ondertussen gaat Eline de appel afschillen. En daar gaan we hele kleine blokjes van snijden. De citroen gaan we raspen. De melk is mooi op temperatuur. Daar doe ik nu de gist bij. En dan roeren we er door. En dan mag ook 5 tot 10 minuutjes blijven staan, totdat het een beetje gaat borrelen. Het is wel echt, is je melk te warm, doe het niet. Dan doen we wat koude melk bij. Want als je beslag te warm is, dan gaat het ook allemaal te hard. Dat is ook niet fijn. De gist is er helemaal doorheen. De suiker is er ook lekker in opgelost, dus die suiker die geeft voeding aan de gist. En dan gaat dat zo meteen werken. De appel doe je eerst zo in strookjes. Dan snij ik hem nog 1 keer zo door. En dan zo in de blokjes. Dan heb je heel mooi fijne stukjes appel. Nu gaan we het mixen met de keukenmachine. Met de vlinder. Op zijn allerlangzaamst. Gaan we nog even draaien. Ik doe nu de rozijnen even op een handdoek. Dan heb ik ze mooi even goed droog. Anders wordt het te vochtig. Nou redelijk droog aan. De appeltjes erbij, even naar mijn beslag kijken. Ik moet een beetje meer draadjes krijgen nog, een beetje meer gluten.
flexibele spatel. Het is ideaal om bij te krabben. Het randje, als er nog wat bloem zit, moet je er wel bij krabben. Het ruikt ook lekker naar citroen. Je ruikt de citroen, hè? Ja. Dan gooi ik mijn rozijnen en appeltjes erbij. Maar die mengen we zo kort mogelijk door. En dan zet ik hem nu al stil. De rest doe ik even met die spatel. Met de vlinder van de machine. Kijk, want je ziet dat er onderin nog... nog bitbeslag zit. Dat doen we dan hiermee. Goed zo van onder naar boven halen. Nou kunnen die rozijnen en appeltjes nooit kapot gemaakt worden. Maar met de machine, als je er met de machine lang draait, dan draai je die rozijnen kapot. En dat wil je niet. Het moet mooi heel blijven. En nou hebben we een half uur pauze. Dan pakken we die doek waar we die rozijnen in... gedroogd hebben, die is mooi een beetje vochtig. Leggen we erover. Zorg dat dit op een redelijk warm plekje staat. Dus zet het niet in de koelkast of op een koude plaats, maar gewoon ergens waar het warm is. Dat lekker kan rijzen. We zetten echt even de wekkers op een half uur, want dat is heel belangrijk. Dan gaan we zo meteen een bolletje scheppen. Kijk, de slag is mooi gerezen. Hier worden natuurlijk heel veel oliebollen. Ga ik weer met mijn spatel, maak ik even alle rijs eruit. De frituurpan had ik op 180 graden heb ik al aangezet. Ik zet er een beetje water op. En dan gaan we oliebollen scheppen. Niet te veel in de pan doen. Vijf gaan we er weer onder doen. Dat zijn mooie ronde oliebollen. Nee, het zijn geen mooie ronde oliebollen. Maar net als bij een pannenkoek, de eerste mislukt altijd. En ze frituren een minuutje of vier. Zometeen doen we ze even een beetje draaien. Ze zijn wel heel luchtig. Dat is waar gelukt. Dat zijn jouw lekkerste oliebollen ooit toch, Eline? Ja. Ziet er ook wel echt lekker uit, hoor. Ja, ziet er lekker uit. Hè? Lekker zo met zo'n punt aan. Hier zijn onze eerste oliebollen. En dat zijn echte thuis oliebollen. Ze lijken wel veel lichter door het licht, maar... Ja. Ze lijken op de camera lichter dan in het echt? Ja, veel lichter. Oh, okay. Ja, hier misschien niet. Ja. En dan door het bord word je hier weer afgeleid. Ze hebben 3,5 minuutje gebakken deze ongeveer. Dus je moet echt wel, dat is wel minimaal, want ze moeten wel gaar zijn van binnen. En omdat er zoveel vocht op zit, is dat moeilijk. Nou, Eline wil de volgende scheppen. Met de knijper. De tip is om even met de knijper even in de olie te gaan. Als je nou een kleine frituurtje hebt. Dan kan je ook het mandje eruit halen. Zo toch? Nou heb je wat kleiner dan ik net had. Maar dat is ook goed. Je mag ook kleintjes maken. Dat is ook leuk. Ja, goed zo. Zij zegt, dat kan ik niet, dat kan ik niet. Perfect. Perfect. Er zijn echt heel veel oliebollen. Er worden heel veel oliebollen, ja. We zijn ook met veel. Nou kunnen we er 6 in. Ja. Met dit kleinere knijpseltjes. Daar moet je voor oppassen. Dan moet je, als je dat hebt, moet je dat even met je hand even eraf halen, hier nog. Dus in het bekken. Ja. Doe nog eens. Kijk of je nou zo'n nou heb je het niet. Maar dan moet je gewoon even eraf halen. Ja, die kan er nog bij.
We hebben nog een mini-oliebolletje erbij zitten, zie je dat? Ja. Nou, het is niet echt een oliebol. Het is meer een oliebrok. Zou ik hier even uithalen? Nee, je kunt hem gewoon bakken, dat is lekker. Dat is echt heel lekker, zo'n klein stukje. Dat is altijd voor de bakkers. Die mogen er altijd zo tussendoor... Oh. Ja, draai ze maar even. En dan ja, wij doen ze gewoon twee keer draaien. Elk minuutje even draaien. In de bakkerij hebben wij een dompelrekje voor. Dan hoeven wij ze niet te draaien. Dan doen we ze gewoon onderdompelen. Ik heb de afzuigkap uitgezet voor het geluid, maar die moet natuurlijk wel aan. Dus hij gaat nou weer aan. Nou, we gaan nu de eerste oliebol even doorsnijden. Om te kijken hoe dat hier van binnen uitziet. Maar het klinkt krokant. Is hij mooi gaar? Nee, hier zit nog een beetje... Ja, dat komt ook omdat hij zo vers is. Hoor. Even mooi in het licht. Maar hij is wel gaar van binnen. Ja. Maar ik denk dat die kleintjes van jou beter zijn. Dus ik denk dat we beter de kleine versie kunnen maken van Eline. Die ze nu om gaat draaien weer. Oh ja. Dit is eigenlijk de lekkerste oliebol die ik ooit op heb. Echt waar. Ja. Ik ben oliebollen fan. Hier wordt ook echt zo'n cringe. Is het niet nodig? Die zijn zo lekker. Goed hè? Nou. Nou, succes allemaal thuis met het maken van oliebollen. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze bakflix video van vandaag. Volgende week zijn we er weer. En ik vind het leuk als je abonneert. Houdoe!